oktober 2009 kwam een idee naar boven, gefrustreerd met name over mijn wandelingen over het strand, zag ik een documentaire over plastic soep. En ik besefte op dat moment pas dat al dat plastic wat hier in Haarlem over Veen op het strand ligt, dat dat dus in de zee komt. En die impact die dat heeft, daar had ik me nooit gerealiseerd. En dat is het moment dat ik dacht, hier ga ik wat aan doen. Dopper op dit moment is een social enterprise die wereldwijd impact wil maken op de reductie van petflessen. En dan met name waar mineraalwater in zit. En dat doen jullie door een heel eigen flesje op de markt te brengen? Ja, dat is omdat we echt een lifestyle brand willen zijn die de andere lifestyle die dus niet goed is voor het milieu willen vervangen. En dat doen we door een heel leuk kekflesje in de wereld te zetten. Ja. Go fast forward betekent snel vooruitgaan, snel groeien. Moest je erover nadenken? Dus voor mij was geen aarzeling. Maar wel over de bijdrage die je daarvoor is. Ik bedoel, dat was in het begin voor mij echt een grote bijdrage die ik daarvoor moest inleveren. Flink in investeren. Flink in investeren, maar dat is wel dubbel en dwars weer teruggekomen. En in welke zin? Wat heb je daar dan concreet aan gehad? Het duidelijk in beeld krijgen waar je staat als bedrijf. Juist doordat die training zo is ingedeeld dat je al die facetten meemaakt, kun je ook zeg maar, in fases dat, naar je bedrijf kijken. Waar de focus zou moeten liggen. En ben je toen na die training dingen wezenlijk anders gaan doen? Ja, ik ben meer een stap terug gaan doen en om te kijken naar het bedrijf van de buitenkant in plaats van alleen maar met de waan van de dag bezig te zijn. Kom je veel ondernemers tegen bij wie je denkt die zou het ook moeten doen? Nou, ik denk dat elk bedrijf heeft sowieso zijn groeifases. Dus als ik die vraag dan hoor, dan geef ik ze wel de tip om naar fast forward te kijken. Of met die Rockefeller Habits aan de gang te gaan. Dus dat boek is natuurlijk gauw aan iemand gegeven. En dat gun ik iedereen om volgens die methode te gaan werken. Je gaat go fast forward doen, maar je moet er dus los van geld ook tijd voor vrijmaken. Was dat voor jou een punt? Nee. In het begin dacht ik daar inderdaad zo over, dat gaat me heel veel tijd kosten. Maar gelijk na de eerste keer dat ik er was met die groep van 30 ondernemers samen, zag ik dat het me zoveel opleverde dat ik een dag juist niet op de zaak was, om het zo maar te zeggen, maar juist met anderen je laten inspireren. En vanaf dat moment was het echt een feest om juist één dag daar naartoe te gaan en juist niet op de zaak te zijn. Ja. Je bent echt letterlijk weg van het bedrijf, waardoor je gewoon daarna over je bedrijf gaat nadenken van de buitenkant. En je hoofd raakt ook op een hele andere manier leeg, omdat je niet met de waan van de dag bezig bent, maar juist met strategisch vooruitkijken. Wat heel erg belangrijk is natuurlijk voor je onderneming. En daarmee kom je dan weer terug in je bedrijf. Je komt allerlei soorten ondernemers tegen. Ze hebben één ding gemeen, ze willen vaart maken, ze willen fast forward. Ja. Heb je nog met mensen uit die groep contact? Ja, we hebben er daarnaast ook weer heel veel relaties uit gehaald. Het is een netwerkje geworden. Het is een netwerkje geworden en je kent de mensen door en door, omdat mensen echt, het is open. Je mag zeggen wat je wil en het is daar vertrouwelijke omgeving. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om jezelf continu scherp te houden en jezelf ook in opleiding te laten zijn. En innovatie ook van jezelf is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En je maakt ook in leeftijd, maar ook in je bedrijf maak je een traject door dat verandert. Als het goed is, als je groeit, verandert je bedrijf. Dus jij moet ook mee veranderen. En als je dan gaat stilstaan, dan kom je nergens. Dus jij verandert nog een hele tijd door waarschijnlijk, hè? Ja, als het bedrijf zo door blijft groeien wel. Ja, mijn rol is echt over de afgelopen 5 jaar natuurlijk enorm veranderd. Ja. En daar wil ik voor openstaan, maar dat adviseer ik andere mensen ook om dat te doen.